hier bij de bouwput van de openbaar vervoerterminal Arnhem. Op het moment zijn ze bezig aan de fundering voor die terminal. En we zijn ook net beneden in de put geweest. Hè. Er gaan hier bijna 500 boorpalen de grond in. Het gebeurt met een grote kurkentrekker eigenlijk, een avogaar noemen ze dat. De kurkentrekker gaat de grond in. Op het moment dat hij 17 meter diep is, dan komt hij weer terug omhoog. En direct daarbij wordt beton ingespoten. Dus op het moment dat de kurkentrekker omhoog komt, gaat de beton de grond in. En op het moment dat die avogaar dan weer helemaal boven is, dan gaat er ook nog stalen wapening het beton in. Geeft aanzienlijk minder hinder voor de omgeving. En dat is natuurlijk hier waar je midden in het centrum van Arnhem staat al heel erg prettig voor die omgeving. We zijn bezig met de fundering voor de openbaar vervoerterminal. Als de fundering straks klaar is, dan wordt er eerst een werkvloer gestort. En daarna komt de vloer van de fietsstalling. Want de eerste twee verdiepingen, of eigenlijk de kelder van de terminal, bestaat uit twee verdiepingen fietsenstalling. Het is een bouwcombinatie van BAM en Ballast. En zij bouwen de fietsenstalling en zij bouwen de perrontunnel verder af en richten de perrontunnel helemaal in. En dan kunnen we begin 2011 de perrontunnel en de fietsenstalling in gebruik nemen. En dan kunnen we het tijdelijk station dat nu in gebruik is gaan afbreken.